Yes! FIFA! FIFA! En ja, ik had vorige keer gewonnen met 1-0. Yes! Dat is een tug gewest, maar wel heel veel kansen allebei. Ja, dat inderdaad. Het was ook een lange edit, 10 minuten zoveel. Ja. Had je nog gekeken, nou, trouwens? Ja, oké. Okay. Dus daarom moet ik nu naar beneden. Ja! Met je zwart-wit beeld, met het doel dat ik je overschoot. Ja en halverwege jouw dingetje deed ik erin, hè? Een stukje erin gedaan. Hoe heet ik weer een nummer nou? Oh, ja. Benze. Oké. Okay. Nou. Maar ja. Je ziet het verschil. Ik ben zo met HSV 76, 74, 73. En Fish, want ik moet naar beneden. Als ik win, moet ik naar beneden. Natuurlijk een half ster weer. En Fish 85, 86, 82 met Bayern. We hebben een Duitse wedstrijd aangepakt. De nummer 12 van Duitsland tegen nummer 1. Dat wordt wel. Ja. Nou, we gaan het zien. HSV. Oeh, dat is niet zo lekker. Ik heb gestart. Oké, okay, welke... Oh, dat is... Wil jij wit of wil jij maar niet uit? Oh, die heb ik ik kan ook jij de Bayern, die zwarte nemen van Bayern. Heb je het niet? Zwarte nemen? Ja. Oké. Okay. Ja, ik start er gewoon op, ik zie het wel. Ja, we zien het wel, joh. Kom op. Nou, oh, gaat bijna mijn stoel. Ik hoor een gekraak, ja. In Hamburg en uw commentatoren zijn even te Napel. In Hamburg. Oh, nou. Huh? Oké. Okay. Als ze hier verliezen, zijn hun kansen verkeken. Oh, nee! Oh, waarom schiet hij niet? Waarom schiet hij niet? Omdat je slecht bent, Paul. Ja, ik drukte al 100 keer, hè. Dat schoot gewoon. Huh? Eetsbal voor mij, hoor. Ja, dit niet. Wat een actie! Nee, waar lop ik hem nou? Ah, dat is ook lastig, denk ik wel. Ja, hij is echt wel, toen hij stuift de bal. Maar ik had toch moeten schieten. Vind je het moeite hoor? Beginfase. Ja, nou, ik moet even. Altijd even inkomen. Oh nee! Ja, ik wou net zeggen. What the fuck, scheids. Dat is obstructie, hè, was dat, hè? Ja. Ik let er niet eens op. Ik zal hem met die bal bij zien verder was al. Alaba! Come on, kom dan! Ja. Wat net zeggen? Scheids! Lekker hoor! Ik moest rennen, daarom ging ik eroverheen. Oh my god! Oh my god. Vierde paal, ja. Dat is het na. Nou, dat is vierde paal. Ja? Wat zegt hij? Oh. Vierde paal. Nou. Dus ik dacht dat hij tegen die paal aankwam van de achterkant van het doel, man. Wat een onderdrukking, zeg hij. Hij staat onder druk, hoor, die gozer. Oh my god! Je hebt wel mazzel, hoor. Die pomp zit net te traag, snap je? Als jij zo'n bal voor krijgt, is het gewoon een goal. Dan heb je die goede spitsen. Draaien, Robben en zo, die zijn zo snel weg. Dit is halve kans. Nee! Wat kans hoor dit? Het is de ballen, die zijn er met jou. Als jij dat doet met je snelle spits, dan stijven de keeper bijna. Ah, ik moet hem perfect plaatsen. Oh! Oh, Paul, leg hem terug, anders schiet ik niet gewoon. Ik weet niet waarom ik hem terugleggen. Het is toch echt helemaal nergens op. Nee! Oh! Heb je mazzel ook nog? Oké. Dan schiet hij. Oh! Oh! Schweinsteiger. Nee! Dat was kom op nou! Ja, dat deed goed. Goed blok. Oh! Goal! Ik moet zulke paas geven voor de keeper te komen toe. Wat een opening! Ik trok het goed terug, hè, die bal. Dat hoorde mee. Die bal ja, terugleggen. Ik was in aanval, maar mannetjes, ik heb gewoon te weinig maat. Ja, maar ik kon al counteren, want toen ging ik even een trucje doen, een overstapje, en toen ging ik temporiseren. Waardoor die ik druk hem weg, maar er gebeurt niks. Ik wil voor de herhaling wel zien. Kijk wat de bal zeg. Come on! Alleen, ik word als depressief als ik nu op het denk dat ik weer een half ster naar beneden zou moeten. En jij bent 5, hè? Tegen 3,5, ja, dat is echt. Was de spitsen gewoon bij mij zo traag zijn. Je moet echt zo'n splijtende paas geven om voor de keeper te komen. Jij kan er gewoon doorheen lopen als je nog even ruimte krijgt. Ik moet echt een splijtende paas geven. Nee! Ja, die zag ik al, Want het was echt, ik had ruimte hoor. Ja, je had ruimte. Ja, ik zat er goed tussen.
Wat een actie. Wil scoren. Ja. Kom op, schrijf. Kom op, nou. Dat is toch... Vrije trap, maar... Hé? Ja, ik wou net zeggen. Ik glij je echt er binnen, hoor. Ik deed het ook expres, maar... Oh, lekker. Lekker kiepie. Oh, die is wel goed. De buiten, ruim de buiten was hij. Op de lijn, hè. Kutkeeper. Kutcomputer. Oh, nee. Nee! Wat doe ik het nou? Waarom loppie? Dit was een knock-out geweest. Ineens aan het niets in de tweede helft. Zou iets geflatteerd zijn, maar dat maakt niet uit. Iets wat? Nou. Oh. Blijft gevaarlijk. Dus snel getrokken en dus afgefloten. Buitenspel! Dat kan ook wel. Beetje laat gefloten ook dan. De kans was dat weer, hè? Ik schoot al! Ik liet hem echt goed komen, hoor. Goede Memphis. Kom op! De keeper is weg. Ah! Robben kan je weer koppen. Nou is Robben ook niet echt een kopper. Dat niet. Dit loopt lekker. Oh, dat tikkie! Oh! Een schot. Bal komt terug. Lekker, hoor. Lekker de Jezus! Ah, het zijn pogingen. Die zag ik al. Nou, kutbal. Zo buiten spel. Ik heb al 3 wedstrijden niet gescoord nu. Nee, klopt zo. Ja, goed verdedigd. Dat is zelfs al. Zonder enig risico gewoon goed verdedigen. Ik heb al 5 keer paal of zo, hè? Nou. Jansen. Dit gaat in kruising. Oh. Wat is dat nou met mijn keeper? Slecht gekiet, hij schat recht ervan af. Ja. Maar daarom kom je wel die shit. Nou ja, dan kan je alleen maar uitwegen. Als ik niet uit kan wegen. Robben is zo snel! Hij loopt gewoon te slapen. Nee! Een tikkie was genoeg, ik zag hem al. Ik denk, ik ga eens een keer laag. Ja. Nee, Paul! De keeper is nog bijna de middenlijn ook, hoor. Jezus hier. Kom op. Ha! Is foul! Hamburger Sportverein! Hamburger Sportverein! Ah, Jezus. De King! Ah ja, dus, daar komt ook, jij moet alles of niks spelen. Ja, ik speel hele... Ja, ah, is wel mooi. Dit tikkie, kijk. Ja. Dus dit is een mooi driehoekje, hè. Het is een mooi driehoekje, dat wel. Jezus. Mooi driehoekje. Ken die hele speler niet, maar ja. Ik denk dat het gebeurd is nu. Huh? Ja, maar we spelen ze ook meteen lepra. Oh my god! Oh my god! In de kruising, hè? Oh, holy fuck! Spelen ze beleven aan meteen. Zag je ze traag lopen? Ja, maar het is ook wel een mentale klap, hè? Maar kijk hoe ik erin schiet. Wie kijkt, hè? Kijken. Boom! Oh, die keeper ziet er weer niet lekker uit, hoor. Maar ja. Neuer schijnt de beste van de wereld te zijn. Nou, in de FIFA niet, hoor. Oh ja, natuurlijk ben ik een blessure erbij. Xavi Alonso alleen maar. Ze dachten deze wedstrijd te winnen, maar ja, keeper is al gekomen. What the fuck? Wat een knoop. Oh ja, hij wel geflatteerd het wel. Beetje gewonnen, ja. Ja. Maar het is wel moeilijk hoor. Ga jij weer spelen als ik het Bayern ga eraan halen? Je hebt de beker, je hebt de beker. Kijk. Oh, het is ook een beslissing nog wel. Nou ja. Nou. Vriendschappelijk kampioen. Knap hoor, vriendschappelijk een beker krijgen. Nou, 11 om 11 is schoten, hoe krijgen we elkaar? Ik 8 op doel, jij 5. Als ik zo die statistieken bekijk. Is het gelijkwaardig, hè? Wat hè? Is vrij gelijkwaardig. Dan denk je van ja,
Nou. Nee, okay. Niks te doen. Like hier, nou moet ik 3,5 ster en hij 5. Nou, we gaan het zien. Thanks for watching. Dus, hey, bye bye.